Deze boodschap is voor jou, omdat je er klaar voor bent. Misschien denk je zelf nog van niet, dat kan gebeuren, maar probeer er toch even bij te blijven en te luisteren naar wat ik je wil zeggen. Jij bent er klaar voor om het inzicht te gaan krijgen, de openbaring als het ware. Maar dan echt. Dus niet alleen verstandelijk het begrijpen. Je gaat het voelen, je gaat het beseffen. Het probleem wat jij denkt te hebben. Dat wat jij denkt te moeten fixen. Dat wat jij al zo lang aan het proberen te veranderen bent, is niet het werkelijke probleem. En ik weet het. Uit eigen ervaring ben ik heel hard weggerend op het moment dat ik zoiets hoorde, omdat ik daarmee dacht iets los te moeten laten wat ik niet wilde loslaten. En dat gevoel kan opkomen. Vooral als ik jou zeg, wat jij denkt nodig te hebben, wat jij denkt te moeten doen, is niet wat het is. Met andere woorden, wat er van jou gevraagd wordt op dit moment, is niet veel. Het is de vraag of je bereid bent dit idee wat ik jou nou zeg te aanvaarden. En dat betekent dat jij dus niet weet wat jouw probleem is. En ook niet kunt weten. Omdat de manier waarop wij leven, dat wat wij denken dat we zijn, zal nooit kunnen weten punt. Zal nooit kunnen weten. En dat is heel moeilijk voor ons ego om te aanvaarden. Want als wij niet weten, wat dan? Ik kan jou zeggen dat jij een wonder of een zegening, je gaat iets ervaren als jij bereid bent om los te laten wat jij denkt dat je moet doen. Wat jij denkt dat je moet fixen. Omdat jij het niet hoeft te doen. Sterker nog, jij kunt het niet doen. Wij kunnen dat via die manier van denken niet oplossen. Dat is net zoiets als hier het probleem zit bij mij bijvoorbeeld. En ik ga daar, buiten mij dus, van alles proberen te veranderen, zal het hier niet veranderen. En dat bedoel ik symbolisch, dat het iets is wat onzichtbaar is, wat niks te maken heeft met de buitenwereld. Het probleem wat jij aan het fixen bent. En misschien denk je al ergens van, ja, maar dat weet ik. Dat zit in mezelf, het probleem. Het probleem is dat jij denkt dat er een probleem is. En dat loslaten vraagt aan jouw ego, zo vat het ego het op,
Dat je dan al je dromen los moet laten, al je verlangens. Maar wat er in werkelijkheid gebeurt, is dat jij het stapje achteruit zet. En beseft dat jij zelf het niet weet. En op dat moment kun jij dingen gaan ontvangen die je anders nooit had kunnen ontvangen. Het had niet in jouw perceptie kunnen komen, in jouw realiteit kunnen komen, in jouw ervaring. Omdat jij via het ego nog aan het kijken en aan het doen en aan het proberen was. Zolang wij dat doen, en dat is onze vrije wil, omdat we ook niet beter weten, kan dat niet tot ons komen. Daarom is deze boodschap voor jou, omdat jij daar klaar voor bent. Om te gaan beseffen wie jij bent, maar vooral waarom jij hier bent. En dat dat niks te maken heeft met wat jij denkt dat je aan het doen bent en aan het fixen bent. Laat dit binnenkomen. Want wat jou gevraagd wordt is om los te laten. Om hulp te vragen. En het dus niet meer zelf te denken, te moeten, te kunnen doen. En dan ga jij die hulp ontvangen. Op een manier die jij je van tevoren nooit had kunnen bedenken. Omdat het via een andere realiteit gebeurt. En dat gun ik jou zo erg.